Hoi allemaal, dit is de eerste video die ik in 2017 film. En ik wens jullie allemaal een heel gelukkig, gezond en liefdevol nieuw jaar natuurlijk. En ik hoop dat jullie een hele fijne jaarwisseling hebben gehad. En persoonlijk heb ik eigenlijk nooit iets heel sentimenteels of zo met de overgang van het ene naar het andere jaar. Maar ik zag bij best wel wat YouTubers video's waarin ze eigenlijk een overzicht hadden gemaakt van wat ze hadden meegemaakt. Of waarin ze vertelden over hun hoogtepunten. En dat vond ik echt zo leuk dat ik dacht, dat ga ik ook gewoon doen. Vooral omdat 2016 eigenlijk echt een heel goed jaar is geweest. Vond ik het wel leuk om dat vast te leggen. En toen ging ik ook eventjes in Word, ging ik een paar dingen op een rijtje zetten. En toen dacht ik echt, dat was best wel een goed jaar. Dus laten we snel beginnen. Nou, het jaar begon eigenlijk al wel heel erg goed. Want begin januari hebben wij een reis geboekt naar Bali. En daar zijn we eind april naartoe gegaan. En waarom dat eigenlijk zo bijzonder was, was omdat het voor het eerst was dat Marco en ik een soort een backpack reis gingen maken. Het was wel maar 2,5 week, dus niet een lange tijd. Maar het was wel dat we dus niet van tevoren gepland hadden waar we zouden overnachten. We hadden wel ongeveer gekeken hoe en wat. Maar we hebben alles ter plekke eigenlijk gezocht qua overnachtingen. En ook de plannen hebben we ter plekke toch nog wel veel gemaakt. En dat hebben we samen met twee goede vrienden van ons gedaan. Dus dat was sowieso gewoon echt een hele toffe ervaring. En ook zeker wel een manier van reizen die we denk ik wel vaker willen gaan doen. Want ja, dat was natuurlijk nog even uitproberen. Maar het is echt heel erg goed bevallen. En verder begon op werkgebied het jaar eigenlijk ook best wel rustig. Ik stond toen al een behoorlijke tijd voor de kleutergroep in het speciaal onderwijs. En dat is eigenlijk niet precies waar ik voor gestudeerd heb. Maar ik had wel zoiets van begin dit jaar. Ik heb er eigenlijk wel vrede mee. Ik ben heel erg gelukkig nu binnen de groep met mijn collega's. Het loopt lekker. Ik heb nu ook iets meer zelfvertrouwen. En ik had zoiets van, ik vind het eigenlijk prima als dit nog even zo door blijft gaan. Maar toen duurde het natuurlijk niet al te lang, want in april kwam er toch nog wat op mijn pad. Ik werd eigenlijk via de werkgever waar ik al voor werkte, werd ik gevraagd om voor de ambulante dienst op verschillende scholen onderzoeken te doen. En zo rolde ik eigenlijk toch langzaam weer iets meer in het orthopedagoog gedeelte, wat heel leuk was en ook echt een prima combinatie met het werk voor de groep. En ik moet zeggen dat in de loop van het jaar ook op het gebied van mijn YouTube kanaal er echt wel veel kansen en mogelijkheden zijn gekomen. En het is heel grappig, want ik besef dat me eigenlijk helemaal niet zo. Maar toen ik het ging opschrijven dacht ik, wow, heb ik dit echt allemaal mogen doen? Eigenlijk dankzij dat jullie kijken, dat ik ooit heb besloten om een filmpje te maken. Want ik ben voor het eerst op tv geweest. En dat was bij de BZT-show. Dat is een kinderprogramma. En daar was een meisje, Diante. En haar wens was dat zij dan door mij opgemaakt kon worden. En dat vond ik natuurlijk heel leuk om te doen. Het was wel echt super spannend. Want het is heel wat anders dan als je gewoon alleen op een kamertje met je eigen camera voor je zit. En jezelf alles mag knippen en plakken. En zoals jij dat wil. Want er stonden echt, ik weet niet hoeveel mensen om me heen. Van de regie, cameraploegen, microfoonmannen. En het was best wel hectisch, want het is natuurlijk een show waar het publiek al gelijk bij aanwezig is. Dus het moet gewoon in één keer opgenomen worden. Dus je kan niet even wat overdoen. En ik wist echt niet wat me overkwam, maar ik vond het wel heel tof dat ik het had gedaan, ondanks dat ik het zo spannend vond. Wat ik ook nog heb mogen doen, is mogen presenteren op het Share a Perfect Day event. En dat was ook een hele gave ervaring. Dat vond ik misschien nog wel spannender, want ik moest zelf ook bedenken wat ik allemaal wilde presenteren. Dat was gewoon heel erg spannend allemaal. Maar ik heb het toch gedaan. En dat zijn echt dingen die ik nooit had kunnen bedenken om een paar jaar terug te doen. Dus daar ben ik volgens mij als persoon ook gewoon wel in gegroeid. Ook heb ik voor het eerst echt een fotoshoot mogen doen. En dat was voor Brandfield, die webshop. En dat heb ik samen met Serena en Kelly gedaan. En ja, dat is ook gewoon weer een hele ervaring. Dat je echt in zo'n studio wordt gefotografeerd. Een fotograaf die je aanwijzingen geeft. Je hebt er zelf niet echt de controle op welke foto's het worden. Maar ja, wel heel leuk om mee te maken. En ook heb ik in een online campagne van de Maybelline Fit Me Foundation gezeten. Heel erg leuk, samen met een hele groep gezellige meiden. Ik zal hier ook wel eventjes een stukje van toevoegen, zodat jullie dat zien. Want volgens mij heb ik dat nog niet echt los in een video laten zien. Dus dat gaan jullie dan nu even bekijken. Bij de Fit Me Foundation merk ik dat hij heel erg gemakkelijk aanbrengt en heel prettig op mijn huid aanvoelt. Waardoor dit wel echt een foundation is die goed werkt voor mij.
Toen ik de FitMe Foundation gebruikte, viel me gelijk op dat het heel erg natuurlijk is. Je hebt niet gelijk het idee dat je een hele laag make-up op hebt. Ik ben Jamie. Ik ben Sanne. Ik ben Suzanne. Ik ben Wendy. Ik ben Sarah. Ik ben Lisa. En mijn fit is 130. 120. 105. 130. 110. 115. En als laatste ben ik ook nog geïnterviewd door Sabine. Sabine heeft zelf een YouTube-kanaal, maar ik vond het gewoon heel erg leuk om een keer op zo'n manier deel te nemen aan een interview. En die is laatst online gekomen. En daar vertel ik eigenlijk wat meer over mijn beweegredenen erachter en leer je mij gewoon iets beter kennen. Het loopt een beetje door elkaar, want voor mijn YouTube-kanaal heb ik nu gelijk alles verteld. Maar met mijn privéleven en werken was ik ongeveer tot de zomer. En vanaf toen zijn er ook nog een heleboel dingen gebeurd. Als eerste hebben Marco en ik na een lange tijd eindelijk een eigen huisje gevonden. En daar zijn we gewoon nog steeds zo ongelooflijk blij mee. Voor degenen die me al wat langer volgen, die weten dat wij hiervoor in een bovenwoning woonden. Boven een winkel. En het was hartstikke gezellig, echt een leuk plekje. Maar we hadden een gedeelde badkamer en een gedeeld toilet. En het was gewoon klein, geen buitenruimte. Dus we waren onderhand wel echt toe aan iets nieuws. Maar dat is gewoon heel erg lastig hier met hele lange wachttijden. Maar deze zomer is het dan eindelijk gelukt. We hebben echt heel hard moeten klussen voordat we erin konden. En we hadden niet zo lang de tijd, omdat onze huidige woning, daar zouden al nieuwe bewoners in komen. Dus het was wel even een stressvolle periode. Maar we hebben gelukkig ook heel veel hulp gehad van onze lieve vrienden. En uiteindelijk is het allemaal op tijd goed gekomen. En ik ben er gewoon zo blij mee. Dan was dit ook nog het jaar waarin ik heel veel dingen voor het eerst heb gedaan of meegemaakt. Waaronder, ik heb voor het eerst een eigen auto kunnen aanschaffen, een leaseauto. En hiervoor kon ik me dat echt niet veroorloven. Maar dat kan nu en dat voelt op de een of andere manier heel volwassen of zo. Een eigen auto slaat misschien nergens op, want een eigen auto is natuurlijk helemaal geen must. Maar het geeft mij wel zoveel meer flexibiliteit en mogelijkheden. En voor mijn werk is het zoveel functioneler eigenlijk, dat ik er gewoon echt super blij mee ben. Het is echt een heel leuk autootje en ja, ik voel me er heel happy bij. En daarnaast heb ik ook dit jaar voor het eerst een tatoeage gezet. En ik denk dat er misschien in de toekomst toch wel één gaat volgen, maar sowieso niet in de nabije toekomst. En deze tatoeage was ook heel bijzonder voor mij, omdat hij ook mijn oma symboliseert en mijn oom. En zij zijn allebei in 2015 overleden. Dat was eigenlijk een veel minder positief jaar als ik erop terugdenk. Want in dat jaar heb ik ook heel veel struggles met mijn rijlessen gehad. Ik ben meerdere keren gezakt. Ik zag het echt niet meer zitten. En dit jaar was eigenlijk veel meer positief. Dus dat vind ik wel mooi om te beseffen. Ja, ik moet wel zeggen, wat wel verdrietig was, is dat we begin dit jaar afscheid hebben moeten nemen van mijn lieve katje Luna. En Luna was al bij ons vanaf dat ik 6 was. Dus ik ben daar praktisch mee opgegroeid en mijn zusje al helemaal. Dus dat was wel heel verdrietig. En op dat moment zat mijn zusje in het buitenland, want zij was aan het reizen, dus ze kon er ook niet bij zijn. Het zat er wel aan te komen, het was niet onverwachts, want ze was, dat kun je wel uitrekenen, al behoorlijk oud, 19. En we wisten gewoon dat ze niet zo lang meer zou hebben. En we hebben op een gegeven moment de knoop door moeten hakken, want ze werd steeds meer mager. En het was ook niet meer hygiënisch, want ze liet eigenlijk op een gegeven moment alles lopen wat ze daarvoor nooit deed. Dus dat waren voor ons wel echt signalen dat het beter was als we haar leven niet nog heel lang zouden rekken. Maar goed, het blijft verdrietig, want een huisdier is toch altijd gewoon iets heel bijzonders. Ook heb ik dit jaar weer sinds lange tijd het sporten opgepakt. Om te beginnen was dat in de vorm van dansen. Dat is al heel lang een hobby van mij. En ik deed dus hiphop en dat vond ik heel erg leuk. Maar al snel ging ik niet meer regelmatig. En toen heb ik me toch weer aangemeld bij de sportschool. En toen ben ik echt super fanatiek begonnen. Echt heel fanatiek. En ik vond het ook voor het eerst heel erg leuk. Ik had er echt doelen in opgesteld. Ik vind het nog steeds heel leuk. Doordat ik op mijn werk een hele drukke periode had, ga ik nu minder vaak dan in het begin. In de zomer was ik super fanatiek. Toen had ik ook vakantie. Maar ik ga nog steeds erg regelmatig. En ik heb vooral ook heel veel plezier in de groepslessen zoals Zumba. Vind ik gewoon echt een heerlijke workout met muziek waar je gewoon helemaal je hoofd leeg kan maken en ondertussen lekker kan zweten en conditie opbouwen. Dus ik ben heel blij dat ik dat nu weer doe, want nu voel ik me gelijk gewoon een stuk fitter en beter daarbij eigenlijk. Ook heb ik eigenlijk pas sinds anderhalve maand echt de functie die ik zo graag wil.
Ik ben nu echt orthopedagoog en nog steeds op dezelfde school als waar ik voor de groep stond. Vond het wel heel spannend, omdat ik eigenlijk net een soort van berust was ook wel weer in het feit dat ik voor de klas stond. Maar ja, ik ben heel blij dat ik het heb gedaan en ik voel me helemaal in mijn element. Het is nog wel hectisch natuurlijk en uitzoekwerk allemaal. Alles is nieuw, maar het scheelt zo dat ik gewoon het team al ken. Ik heb hele fijne collega's, ik weet een beetje hoe en wat. Ik ben daar echt heel blij mee. Wat dat betreft gewoon een heel succesvol en heel leuk jaar. En ik heb ook heel veel nieuwe lieve mensen ontmoet door YouTube. En ik heb ook een extra sterke band gekregen met mensen die ik al in eerdere jaren door YouTube heb leren kennen. Bijvoorbeeld Lotte. Lotte is echt een super lieve vriendin van mij. Ik heb Bonnie voor het eerst ontmoet dit jaar. En dat is ook gewoon een hartstikke lieve vriendin geworden. En ja, ik vind het gewoon zo mooi dat door YouTube eigenlijk je zo bij elkaar gebracht kan worden. Ik heb gewoon echt een warm gevoel van. En ik vind het zo leuk dat je dan echt iets gemeen hebt wat je eigenlijk niet hebt met mensen in je omgeving. En ik denk eigenlijk dat dit vooral was wat ik jullie wilde vertellen. Ik heb als het goed is wat beelden tussendoor gestopt. Of anders komen er misschien hierna nog een paar. Dus als je ziet dat de video nog een paar minuten duurt, klik niet weg. Ik weet nog niet precies hoe ik dit in elkaar ga zetten. Ik heb trouwens voor het eerst met mijn nieuwe lens gefilmd. De 50mm lens. Als het goed is iets meer scherpte diepte. En ik heb ook voor het eerst met mijn microfoon gefilmd. Dus ik ben heel erg benieuwd naar het geluid. Ik had wel even een test gedaan. Maar ik hoop dat het allemaal goed is gegaan. En ook dat ik goed scherp ben. Maar ik heb goed mijn best ervoor gedaan voor jullie. Ik wil jullie allemaal in het bijzonder ook heel erg bedanken dat jullie mij zijn blijven volgen afgelopen jaar. Zijn gaan volgen, wat dan ook. Ik vind het heel erg leuk. En ik hoop dat ik heel veel van jullie komend jaar mag ontmoeten. Misschien net als afgelopen jaar op feed, want daar ben ik in ieder geval. Lijkt me heel erg leuk. Dankjewel voor alles. En ik wens jullie nogmaals een heel mooi jaar toe. Doeg!